mooi gezond gewas, Philip. Ja, staat er netjes op. Ja, ziet er heel mooi uit. Het begint al goed aan de bolling te komen. Ja. Het is hier wel heel droog geweest volgens mij, als ik het zo zie, hè? Als je ziet, zeg maar, dat ondanks de droogte ziet het gewas er gewoon nog vitaal en gezond uit. Hebben ze hier kunnen beregenen? Hier kunnen ze beregenen, dus dat is waarschijnlijk een groot voordeel geweest voor deze uien. Mooi hoor. Steven, dit is nu nog een hartstikke gezond gewas. Hoe gaan we in de toekomst onze uien net zo schoon houden als dit perceel? Ja, zoals je weet, Philip, nu kunnen we nog mooi met mankozeppen aan de slag. Hè? En als er een klein beetje meeldauw in zit, dan kunnen we altijd nog teruggrijpen met Fubo Gold. Dat gaat ook nog goed, maar dat kunnen we straks niet meer. Dan moeten we gewoon vroeg en preventief beginnen. Als mankozeep gaat verdwijnen, hebben we dan nog producten om onze uien zo gezond te houden? Nou, ik zeg al, vroeg en preventief beginnen met Oronders plus Amistar. Dat is de basis. Dan pakken we de valse meeldauw mee en de bladvlekkenziekte. Oronders plus Amistar, wat is dat dan, Steven? Oronders plus is een net geregistreerd product in de uien. En dat moet gemengd worden met Amistar. Dus het zijn eigenlijk twee producten? Het zijn eigenlijk twee flessen in één doos als een duopak. En die moet je mengen. En waarom zouden we die dan moeten mengen? Om Oronders Plus heeft een effect op valse meeldauw om resistentiemanagement. En Amistar heeft ook een werking op valse meeldauw. En ze hebben beide een ander aangrijpingspunt. Pak het alleen valse meeldauw? Nee, het pakt niet alleen valse meeldauw, ook bladvlekkenziekte. Dus je hebt een breed werkend middel in handen. En Steven, wanneer zou ik Oronders Plus Amistar kunnen beginnen inzetten? Je kunt Oronders Plus Amistar vanaf de bolling inzetten, maar als je iets vroeger bent, is geen probleem. Het is in alle gewasstadia veilig voor het gewas. Oronders plus Amistar is een nieuw product van Syngenta. Is toegelaten in de uienteelt, is breedwerkend, is onder andere breedwerkend op valse meeldauw, bladvlekkenziekte, stemfilium en papiervlekkenziekte. Het wordt aangeleverd als combipak, dus twee flessen in een doos. Oronders plus Amistar. Heeft u vragen over Oronders plus Amistar, dan kunt u terecht bij de distributie. Komt er daar niet uit, dan kunt u ook bij ons terecht.